Yo, kijkers van mijn kanaal en welkom bij weer een nieuwe Fortnite video. Vandaag is het, zoals je kan zien, super mokertje druk hier in Pleasant Park. En dat betekent maar één ding, namelijk dat ik er heel erg veel zin in heb om ze hopelijk allemaal lekker te gaan killen. En er zit hier al gelijk iemand op mijn dak. Kom maar op, Job. Kom maar. Hier, ik open de kist wel, ik pak het wapen en ik schiet je ermee dood. How about that one? Oh, ik kon niet schieten, maar nu wel. En nou ben je fucked. Nou ben je fucked up. Dat is één. Oké, dus er loopt hier nog eentje beneden. Maar, probleempje. Ik heb een... Oh. Yeah, buddy! Hey, dat doen we even niet, hè? Hey, kom maar, kom maar, kom maar. Nee, niet. Oh, nee, 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 nee. Stop it. Oké, let's go. No, 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 no. Een AR bullet is genoeg om mij te killen. Ik weet niet wat het geluid was, maar het was best wel raar. Yeah. Oh. Wow, wow, wow. What the fuck is dat geluid, man? Oké, jongens, we hebben alleen een deagle. Ah, de tuinkabouter, ja. Well, hello. Oh, wacht al. Oh. Loopt er nog eentje daar zo? Och, jammer. En mijn box hier toch nog, ja. En we kunnen nog één bennetje innemen. Die daar, die daar. Oké, schoten rechts van mij. Of links van mij, sorry. Hoe was dat mis? Wat tel? Ja, alleen een deagle, daar kan je zo weinig mee ook. Oh. Hey, doe eens even normaal. Doe eens even normaal. Oh, jongen, get destroyed! Oh, 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 get destroyed! Oké. Okay. Dankjewel voor je shotgun. Heb je ook een AR? Nee, die heb je niet. Maar wel nog een shotgun. Oké. Okay. 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 Oh my days, fucking deagle power, jongens. Oké, laat me alsjeblieft hierboven komen, please. Please, 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 please. Ik wil gewoon jouw loot, maar ik zit de snelste manier te zoeken. Om bij jou te komen. Oké, is dit al... No, dit is never... No way dat dit alles is wat je... Nee, dat geloof ik niet, want je had ook een submachine gun. Ah, oké. Oh mijn god, gek. Alright, alright, alright. Hoe de fuck hebben we dit overleefd? Deze even reloaden. Freaking deagle power, boys and girls. What the fuck? Dit nog even allemaal weghakken. Zo. Zo. Gewoon puur voor die resource nu ook fixen. Ja, en we moeten echt healing fixen. Dat is ook wel een heel belangrijk dingetje. Okidoki. Hier is ook al de kist geopend. Daar op het dak zag ik volgens mij wat movement. Dus daar zitten ook mensen. Ah, dit wordt echt een lastig pakket hoor. Hey. Holy shit, dit wordt lastig. Want hier is ook alles al geloot. Voor zover ik kan zien. Dus ik moet gewoon zoveel mogelijk hout farmen. Zodat ik naar ze toe kan bouwen en ze dan gewoon kan shotgunnen. Tenzij dat het plan is. Want heel veel meer dan dat kan ik momenteel niet doen met mijn huidige wapens. There you go. Ik hoorde ze wel. Hier zit er eentje in. Nog meer? Oké, okay, I'm just making sure. Thank you, Furimacento.
Oké, deze wil ik wel even hebben. Die groene AR wil ik sowieso ook hebben. Dan, wat heb jij allemaal, knakker? Jij hebt ook niet zo heel veel boeiends. Nee, ik blijf gewoon met dubbel pump spelen vandaag. Want het gaat best wel goed. Okidoki. Ik durf nog steeds niet te zeggen of dit alles was. We hebben er dan weliswaar 5 gekilled. En het was echt een grote chaos hier. Maar of dit iedereen was, weet ik niet. En we moeten ook een stuk lopen voor de cirkel. Dus laten we maar gewoon gaan. Wauw, wat een begin weer van een potje Fortnite op deze manier, jongens. Vooral met die deagle op het begin. Dat ik daar gewoon 3 kills mee heb gemaakt. Volgens mij 3, hè? Wauw. Wow, yo. Die eerste kill was niet heel moeilijk. Want ja, die gast die rende voor me weg. En die had geen wapen natuurlijk. Maar die andere 2 die ik killde. No. Dat vond ik zo slecht of niet. Dat vond ik wel lekker eigenlijk. Deze nog eventjes. En die. There you go. 508 hout hebben we nu. Dat is echt best wel prima eigenlijk. Dat is best wel heel erg prima. Het enige wat we echt moeten gaan vinden. Als wij ver willen komen in dit potje. Zijn shields. Al mini shields. Grote shields. Überhaupt shields. Ja. Chuck zou helemaal mooi zijn. En dan bijvoorbeeld nog mini shields. Die we op zak kunnen houden ofzo. Dus laten we daar een beetje stiekem op hopen. En ik hoop dus eigenlijk ook dat die fabrieken hier voor ons. Die 2 grote factories. Dat die nog unlooted zijn. Want die worden vaak overgeslagen. En zeker nu kunnen we het echt even gebruiken dat ze overgeslagen zijn. Want we hebben de loot nodig. Dat is waar het op neerkomt. We hebben echt die loot nodig. Dus laten we zien of die loot hier aanwezig is. Ondertussen ook een beetje lekker boompjes blijven hakken. Ook altijd fijn. Daar op het dak ligt nog wat loot. Daar binnen ligt nog wat loot. Oh. Well. Dit zou heel goed kunnen, jongens. Campfire, sniper of impuls. Oké, lang niet slecht. De disco floor. Blijkbaar helemaal geen loot hier. Oké. Oké, zeg me dat hier wat loot is. Geen traps? Nope. Yes, ik hoor 2 kisten. 2 kisten, jongens. Oké, dit moet dan toch wel wat healing items geven, right? Come on. Nee, is het antwoord op de vraag. That's fucked up. Want ik hoor er ook nog eentje boven als het goed is. Yup. Die hoorde ik toen ik binnenkwam lopen al. Die zit hier helemaal boven. En dan hier. Ah, dit is wel teleurstellend. Moet ik toch wel eerlijk bekennen. Dit is toch wel heel erg teleurstellend. Dat we in 2 kisten. Wanneer we de healing item zo hard nodig hebben. Geen healing items vinden. Maar er is nog hoop. Want daar. Oh my days. Er staat er gewoon een lama in het water. Ik dacht van zie ik het nou goed. Maar ja. Ik zie dit goed. Er staat hier gewoon serieus een freaking lama in het water. Ik ga hem zeker weten inbouwen, want anders ken ik die grappen wel weer. Dat ik in één keer de... Oh, die was niet helemaal de bedoeling, of wel? Oh, huh? Het zal wel. Lamaatje, weet je wat? Ik sloop hem trouwens gewoon, dat is veel makkelijker. Oké, wat ligt hier allemaal? Ik heb namelijk echt geen idee. Het is explosives, zie ik staan. Oké, impulse grenades, I don't care. Impuls. Remote explosives. Ja, wacht. Ik moet eigenlijk even zo onder water kijken. Hey, groot shield. Kijk, die heb ik dan weer wel nodig. Dat grote shield. Dat is dan wel weer lekker. Maar voor de rest heb ik niet zoveel nodig hier vandaan. Ik doe gewoon even nog een keer zo onder water kijken. C4 of impuls. That's all. Dat er nog ligt. Oké. Hoeveel resource heb ik nu? Genoeg. Right? Op zich wel genoeg. Lama's zijn wel veel slechter geworden dan ze waren. Ik vind dat persoonlijk heel jammer. Maar ja, is niet mijn keuze geweest. En ik, volgens mij vinden veel meer mensen het ook heel erg jammer dat ze het zo hebben gedaan. Maar het is nou helemaal zo, hè. Kistje. Boing. Kijk eens aan. Ik ben trouwens 1 kist vergeten die daar staat naast de lama. I know. Bij de boot, alright. Voordat ik daar veel comments over krijg. Oh, je bent de kist vergeten bij de lama. I know. Ik ben er vergeten. I totally forget it. Mom spaghetti. Oh, het kan gebeuren. Want wij moeten nu wel gelijk door. Omdat de cirkel echt best nog wel een stukje lopen is. En we hebben er maar 44 seconden voor. Dus. Oh, daar loopt ook iemand. Zien we dat? Ja, dat zien wij. Oh, hij loopt daar. Hij loopt daar de berg op. En hij heeft waarschijnlijk niet door dat wij hier zijn. Tenzij hij toevallig een keertje achter zich heeft gekeken. Maar daar ziet het niet naar uit. Maar hey, weet je wat? We gaan hem met rust laten. We gaan zeker niet nu op hem schieten. Dat is gewoon freaking onnodig, weet je wel. Hij weet niet eens ten eerste dat wij hier zijn. En ten tweede...
Ja, hij weet het echt niet. Maar hij is nu wel in battle met iemand anders, volgens mij. Ja, hij is in battle met iemand anders. Nu gaan we ons er wel mee bemoeien. Maar wat ik wilde zeggen is dat het gewoon niet handig is om ons ermee te bemoeien in eerste instantie. Omdat de cirkel nog best wel ver weg is. Maar nu gaan we het wel doen. Want hij is met iemand anders in gevecht. Dus dan kan ik als lachende derde aankomen lopen. Er is iemand gerifled. Er wordt hier nog meer geschoten. Oké, daar loopt hij. Daar loopt hij. Dan pak ik even zijn trap. Puur voor cover. Oh, hij is zo bijna dood. Oh, mijn breutjes. Kut, ik zit te kloten. Hoe de fuck ben jij niet dood? Kut. Kan ik... Nee, zeg maar alsjeblieft kast. Bouw het op. Oh shit, de cirkel natuurlijk. Fucking hell. Oké, nog één bandage. Nu 4 damage per seconde. Of 2 damage per seconde, sorry. Let's go. Ik heb 9 bandages. Dit ga ik gewoon redden. Oh mijn god. Ik wil ook nog zijn loot hebben, maar... Ik denk dat ik het risico niet moet nemen. Zodat ik snel weg kan springen. RPG moet ik hebben. Ik moet die RPG hebben. There's just no other way. Die RPG kan ik niet laten liggen. Hetzelfde geldt voor de mini shields. RPG. Rockets. Neem die rockets nou mee. Waarom kan ik die rockets niet meenemen? Ik kon gewoon legit de rockets niet meenemen. Wat is dit voor grap? Wat is dit voor grap? Hoezo mocht ik geen rockets meenemen? Mis ik iets? Is dat nieuw of zo? Zit dat in de update? Dat je maar maximaal zoveel rockets bij je mag hebben of zo? Wauw. In ieder geval, nog maar 5 alive. Ineens. Hey, dat is wel fijn. Maar ik vind het wel gek dat ik mijn rockets niet mocht hebben. Dat vond ik heel gek. Laat maar even weten in de reacties of dat een update is of zo. Waar ik dan blijkbaar niet van op de hoogte ben. Want ik wilde echt die rockets pakken en er stond gewoon maximum rockets of zo, right? Heel weird. Maar ja, hey, we hebben in ieder geval wel een RPG. En dat is natuurlijk wel fijn. Hoppa. Oh, yeah, buddy. Oh, daar loopt iemand. Oké, duidelijk gezien. Gaan we op af. Working on it. Hij zit daartussen. Even kijken. Oh, hij zit er nu beneden. Oké. Heeft een minigun of zo? Wat is die? Oh, hij is met iemand in gevecht. Jezus, ik zit vandaag echt te kloten met het bouwen, jongens. Die is dood. En onder hem zit dus iemand. Waar zit hij? Wauw! Goed gespeeld! Heel goed gespeeld! Holy shit, hij wachtte er gewoon op tot ik hier op dit platform zou vallen, zodat hij me kon laten trappen. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt en daar heb ik echt super veel respect voor dat hij me zo heeft gekild. Holy shit, ouwe. Petje af naar deze guy, for real. Dat hij me zo heeft weten in te trappen. Is echt super slim.
Al met al vond ik het echt een super leuk potje. En uiteindelijk heb ik 7 kills weten te maken. Ik ben 4e geworden, dus ik ben zeker weten blij met het resultaat. Ik bedoel, come on, het was gewoon een prachtig potje. En vandaar dat ik deze ook zeker weten met jullie ga delen. Beste kijkers, bedankt voor het kijken deze Fortnite video. Hopelijk hebben jullie er net zo erg van genoten als ik. En wil jullie nog eventjes belonen met een blauw duimpje omhoog. Dikke shout-out dus naar deze guy dat hij me zo mooi heeft gekild. Heel erg puik. En dan check ik hem altijd graag weer bij een nieuwe video. Morgen om 4:30. Laatst.